Grote brand op de snelweg A4 vanochtend bij Bergen-op-Zoom. Een vrachtwagen met frituurvet was daar in brand gevlogen. Die brand is inmiddels geblust. Nu moet alles worden opgeruimd. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Dat zorgt voor de nodige problemen in ieder geval. Hè? De weg is in beide richtingen dicht. Dat klopt inderdaad. Er is vannacht om 4 uur dus die vrachtwagen in brand gevlogen. Dat gebeurde op de A4 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Rond 7 uur is alles geblust, maar dan moet die vrachtwagen nog wel, de resterende lading moet eruit gehaald worden. En dan moeten we uiteraard veel gaan reinigen, want tijdens het blussen is er met bluswater veel frituurvet op de hele rijbaan terechtgekomen. Daarom is de hele rijbaan ook dicht. De kant waar de vrachtwagen staat, dat is logisch, maar de andere kant, daar is ook een aantal ongevallen gebeurd met blikschade, omdat het ook gewoon best wel wat glad geworden is. Dus we gaan dus zo snel mogelijk zorgen dat die kant waar de blikschade ontstaan is vrijgegeven kan worden. Maar daar moet ook wel eerst een hoge drukreiniger aan te pas komen. Die met wat warm water alles gaat losspuiten. Wat tussen die prachtige zoopbewegen van ons helaas dan terechtkomt. Dat is nu het nadeel. Want dat is natuurlijk één vanmiddag weer open zijn. Een grote vieze smurrie, want ik zit me dat dan te bedenken. Frituurolie of vet, dat gaat allemaal in die kleine kiertjes en gaatjes van dat zoap asfalt zitten. Dat stolt misschien wel een klein beetje door het koele weer. Nou, dat is precies zoals het gegaan is inderdaad. Normaal gesproken is een doop cleaner genoeg. Die zuigt alles een beetje op als een grote stofzuiger. Maar nu moeten we het eerst losweken met hoge druk. En dat kost gewoon veel meer tijd. Dus voor de mensen is dat wel echt heel vervelend. Het zal tot 1 uur zeker duren voordat dat deel open kan. En aan de andere kant waar die vrachtwagen staat, ja, die vrachtwagen moet eerst geborgen worden. Dan moet Rijkswaterstaat even goed controleren hoe het wegdek erbij ligt. Als we het al kunnen zien, want de vraag is, moeten we niet ook eerst heel grondig reinigen en dan nog controleren? Dus het gaat echt tot zeker vanmiddag duren voordat alles weer is opgelost. Ja. En het verkeer rijdt ondertussen via Roosendaal over de A58 en via de A17 en de A59 naar Rotterdam. Helaas even een omweg. Ja, misschien heeft dat wegdek ook wel schade opgelopen, bedenk ik mij nu. Want als je de foto's ziet, overigens terug te vinden op onze site en in onze app, dat heeft gebrand als een malle daar natuurlijk. Frituurvet wil wel. Nou, absoluut, een hele grote brand geweest. En wij zullen, ik kan niet op de zaken vooruit lopen, maar ik weet zeker dat er iets van schade aan het wegdek te zien is. Dan is het de vraag, hoe groot is dat? Hè? Kan je met één strookafzetting toch nog het verkeer met de snelheidsbeperking laten rijden? Of moet je echt meteen noodreparatie? Dat is allemaal nog, allerlei opties liggen nog open. En we zullen dat de komende uren weten. En dan houden jullie graag op de hoogte. Zeker, nou, wij volgen dat. Het vermoeden is dus dat in de loop van de middag die weg dan weer open kan gaan. Maar met een slag om de arm, begrijp ik. Ja, absoluut. We moeten het wel veilig doen. En daarom moeten we het eerst goed oplossen. Veiligheid boven alles, inderdaad. Suzanne Maas van de Rijkswaterstaat, dank voor de toelichting.